Hallo allemaal en hartelijk welkom bij Speel met mijn kinderspeelgoed. Ik heb hier vandaag een hele leuke set voor jullie en best wel groot ook. Dit is de Gel Appeal set. Daar kun je 3D telefoonhoesjes mee maken. Ook nog sieraden, accessoires, alles wat je maar kunt bedenken. En er zitten verschillende dingen bij deze set, verschillende kleuren. Zo'n hele designmachine. Ja, ik weet nog helemaal niet precies hoe dit werkt. Ik vind het gewoon super spannend. En ik vind dat het er heel erg mooi uitziet met al die leuke gezellige kleurtjes. Dan kun je dus bijvoorbeeld een hoesje maken voor je mobieltje. Of iets heel anders. Sieraden kun je maken. Zelfs nog doppen voor pennen en potloden. Kijk, zelfs dat. En hier zie ik nog allerlei soorten armbandjes. En dit is dan de achterkant. Eens even kijken, er zitten 36 voorbeelden bij. Ik denk dat we dat zo meteen maar gaan bekijken wat erbij zit in de doos. Deze set is in ieder geval geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. En het is van het merk MGA. Hier staat ook nog dat het voor kinderen vanaf 8 jaar is bedoeld. En ik denk dat ik het gewoon maar snel eens even open ga maken. Ik kan helemaal niet meer wachten. En het lijkt een soort van siliconen gel te zijn, waarmee je dat kunt ontwerpen. Het ziet er erg leuk uit en heel gevarieerd. En daar gaan we dan. Zo, ik heb de doos aan de zijkant opengemaakt. En toen kwam deze binnendoos eruit. En die kleuren, ja, die moet ik denk ik aan de andere kant eruit halen. Het gaat nog even duren voordat ik alles heb uitgepakt, denk ik. Ik ga alles eruit halen en dan zullen we verder kijken. Zo, alles is bevrijd uit de verpakking en ik geloof dat hier van die voorbeelden zitten voor telefoonhoesjes. Dus kijken of de mijne erin past. Dat zou wel cool zijn als je dan je eigen hoesje kunt maken. Dit ziet er een beetje uit als een soort trechter. Dan hebben we deze machine, de Gel Appeal machine. En eens even kijken, volgens mij kun je dit dan hier aan vastmaken. Zo. En dan kun je van één kant kun je dan, ja, die gel erop doen. En hier staat het dan ook nog Gel Appeal. En hier kun je het openklappen. Kijk, dan heb je een heleboel opbergruimte. En ook hier zitten nog wat dingen in. Er zit een zakje in. En daar zie je deze spuitopzetstukjes. En dit is denk ik voor sieraden. Deze denk ik voor sleutelhangers. En dan zie ik ook nog van die oorbellenhaakjes. Heel leuk dat dat er ook bij wordt geleverd. Twee ringen voor sleutelhangers en ik geloof 4 oorbellen. En dan nog meerdere kleine ringetjes die je dan aan vast kunt maken. Een soort van kleine haakjes. Dan heb ik dit, een interessant soort gereedschap. Het ziet er wat uit als een mes, maar is van plastic. En aan de voorkant heeft dat een dun puntje. Ik weet nog niet precies wat de functie daarvan is. Maar misschien kun je dan een patroontje tekenen bijvoorbeeld. En dan eens even kijken. Dan hebben we hier een breed mondstuk. Die is een beetje geribbeld. Dan kun je denk ik van die streepjes maken. En dan hebben we deze. En dat is best wel normaal. Gewoon een rond puntje. Daar komt gewoon zo'n klein sliertje uit. Een soort worstje. Dan hebben we deze. Die ziet er een beetje hetzelfde uit. Ik geloof dat die ietsje groter is, dat gaatje. Dus dat is nog een ander opzetstukje. En deze lijkt er ook erg op. Dus ik weet nog niet precies wat daar allemaal de functie van is. Deze is best wel anders. Dit ziet er een beetje uit als bij slagroom. Dan zie je ook altijd die verschillende randjes. Ook een beetje interessant gevormd. En dan hebben we deze nog. Dit is ook weer een normale. Wat hebben we dan verder nog? Twee balletjes. En ik denk dat deze zijn voor die versieringen voor de potloden. Dus dit maak je dan vast aan een potlood. En dan heb ik dit, een gek klein haakje. Maar dit kan ik zo eraan vastmaken. Ja, dat zit geloof ik wel goed inmiddels. En dan kun je deze dingetjes hier bewaren. En ik vermoed hier bovenin, daar kun je dan de gelkleuren bewaren. Dat ziet er goed uit. Dat ga ik eerst allemaal eens even organiseren. En al deze dingetjes, die balletjes, die kan ik ook bewaren in deze vakjes.
Heel handig bedacht. En de sieraden dingen, die kunnen dan daar. Zo, dan hebben we hier ook nog wat voorbeelden en nog een handleiding. Die zal ik ook zeker wel nodig hebben. Ik weet namelijk nog helemaal niet hoe dit werkt. Ja, ik geloof dat ik het al goed in elkaar heb gezet. Je kunt het trouwens aan beide kanten vastmaken. Ik heb het aan de linkerkant vastgemaakt. Maar er zit aan beide kanten zo'n verbindingstukje, zodat je het makkelijk kunt wisselen. Oh, kijk, en dit kun je zelfs helemaal uitschuiven als je het knopje indrukt. En dit mobiele telefoonhoesje past precies. Zo, dan kun je draaien aan die wieltjes en dan kun je het van alle kanten ontwerpen. Ik ben hier echt heel benieuwd naar. Ik denk dat dit heel erg leuk gaat worden. Dan ga ik eens even verder kijken wat dit allemaal is. Aha, hier heb je ook nog tips wat je kunt doen met wat voor mondstukje. Dit is dan die gestreepte. Oh, en dat kun je er ook nog van maken. Oh, dat ziet er echt heel leuk uit. En hier sterretjes. Dan ook nog hetzelfde. Ja, verschillende ontwerpstijlen zijn er dus. Dus je kunt creëren en ontwerpen. Je moet een punt uitkiezen, daarna kun je het natekenen. En dan kun je hem rollen als de tube dan een beetje leeg gaat. Op een gegeven moment dan kun je hem weer dicht doen als je ermee klaar bent met die gel. En daarna moet je de vorm ook zo lang laten uitharden als aangegeven is. En bij die 3D-balletjes mogen de vormen niet eraf gehaald worden. Oké. Dus die bolletjes, die kun je dan blijkbaar ook in het midden erin doen. Kijk, dit is er eentje. Ik zal het eens even laten zien. Ik ga het mobiele hoesje er even afhalen. En dan kan die hier. Ja, precies. Die kun je hier ook aan vastzetten en dan breng je die twee delen naar elkaar toe. Ja, echt heel erg goed, dit ontwerpstation. Ik heb nu een beetje een idee van hoe dit werkt. En hier heb je ook nog wat tips en tricks. Van alles. Dat ga ik dan nog eens even goed doorlezen, maar we hebben nog niet alles bekeken. Hier zie je namelijk allemaal voorbeelden. Hier heb je stippeltjes, iets met bloemen, met sterren. En dan kun je deze vastmaken aan het potlood. En hier heb je een sleutelhanger. Daar heb je dan het haakje voor nodig. Dus dat zijn sleutelhangers. Nou snap ik het. En ik dacht net dat dit een trechter was. Maar daar kun je blijkbaar ook wat mee doen. Wat dat dan is, dat weet ik niet. Aha, die kun je dan gebruiken voor armbandjes. Kijk, hier teken je eerst zo'n armbandje. En dan maak je allemaal van die streepjes. En als je het eraf haalt, ziet het er zo uit. Dus je hebt een heleboel mogelijkheden hiermee. En wat is dit dan? Een emoji, een regenboog. En die kun je dan dus ook gebruiken als hangertjes, als bedeltjes voor een armbandje. Of je kunt ze op een telefoonhoesje plakken. Ik wist niet dat er zoveel leuke mogelijkheden waren. Hier heb je nog oorbellen en armbandjes. En hier dan eindelijk het mobiele telefoonhoesje. Ik ben er echt heel erg benieuwd naar. Hier heb je ook een soort van schablonen. Ja, ik ben helemaal onder de indruk. Zoveel leuke dingen zitten erbij. En dan ga ik toch eens eventjes een tube openen en kijken hoe dat er allemaal uitziet. Kijk, er zit eerst nog een soort van dekseltje op. Dat had ik ook al gezien in de handleiding. Daar legden ze uit hoe je de tube op de juiste manier weer dicht maakt. Zo, die punt die kun je dan erop zetten. En dan kun je beginnen. Ik zal eventjes zo een klein beetje laten zien. Dit is oranje. Het is echt een gel. Eens even ruiken. Nee, het ruikt eigenlijk nergens naar. Gewoon, ja, nou misschien een klein beetje naar lijm. Maar meer dan dat ook niet. Niet heel erg bijzonder. En daarmee kun je dus alles ontwerpen wat je maar wilt. Ik ga dat zeker ook nog een keertje proberen op het kanaal. En misschien hebben jullie zoiets ook al geprobeerd met deze gel appeal. Ik ken het nog helemaal niet. En misschien zijn jullie wel helemaal enthousiast hierover. Ik heb al heel veel zin om dingen te gaan ontwerpen. Moet ik misschien het telefoonhoesje ontwerpen? Of sieraden? Of nog iets anders? Ja, we hebben gewoon allemaal mogelijkheden en heel veel keuze. Ja, ik ben benieuwd wat jullie het liefste zouden willen zien. Laat dat maar weten in de reacties. En dan zullen jullie het zeker binnenkort wel eens zien
in ieder geval één video hierover. Als je deze video leuk vond, de unboxing van de Gel Appeal van het ontwerpstation, laat dat dan maar weten in de reacties. En abonneer je op het kanaal, geef een duimpje omhoog, bekijk onze andere video's en tot de volgende keer. Doei!